steek die maar in je zak. Ja, dat is een of andere slogan die we hier achter zien staan. Wat houdt dat in? Kun je er iets over vertellen? Ja, het komend jaar willen wij graag de focus bij de inzameling van textiel op meer de gesloten zak. We willen de inwoners verleiden om een echte gesloten zak in de textielcontainer te doen, zodat we daarna beter kunnen hergebruiken en recyclen. Ja, want ik zie daar ook staan dat het droog en schoon moet zijn. Hebben jullie de ervaring dat dat vaak niet zo is? Nou, het kan zijn dat er soms nat textiel in zit en dat wordt dan met de beste bedoeling gedaan van het is toch textiel, dus jullie kunnen dat recyclen. Maar juist nat textiel verstoort het proces en het ene natte t-shirt kan het andere t-shirt ook nat maken. Dus dan kunnen we twee t-shirts weggooien. Ja, want als het één keer nat en vies en plakkerig is, dan kunnen jullie er niks meer mee? Nee, we drogen het niet. Het wordt niet gewassen in het sorteercentrum of bij de recycler. Dus we willen het echt aan de voorkant al schoon en droog in onze containers hebben. En wat kunnen jullie daar zoal mee doen? We hebben in onze textielbalie een aantal mooie voorbeelden die we laten zien in de regio. Er worden nu nog goede planken van gemaakt en isolatiemateriaal. Maar we kunnen steeds meer. Dus er worden nu ook al nieuwe t-shirts, theedoeken van gemaakt. Dus de recycling krijgt een steeds hogere vlucht en het gaat steeds beter. Juist, dus iedereen die zijn textiel inlevert, die moet het echt goed, droog, schoon in de zak stoppen. Dat is voor ons heel erg belangrijk en zo weet je zeker dat van jouw oude textiel weer nieuw textiel wordt gemaakt. Dankjewel. Geen probleem. Zo kun je samen echt met voelen en zien, ervaren hoe het is om textiel te sorteren en wat er allemaal bij komt kijken.